Yo, what up gasten, welkom bij deze nieuwe video op Project Bardo. Dit is een video waarbij ik iets ga vertellen wat ik eigenlijk niet wil vertellen. Ik wil eigenlijk er nooit meer over praten en ik wil eigenlijk alles nu vergeten. Ja, we wilden dus iets of, nee, meer iemand maken waar mensen zich echt aan konden binden, weet je wel? Een soort, hoe zou ik het zeggen, een soort likable character. En 1 en 1 is 2. Toen is Bardo eigenlijk ontstaan. Nou, we zijn nu dus op weg naar de locatie waar het allemaal is begonnen, 9 jaar geleden. Weet je, eens is het tijd voor de waarheid. En voor mijn gevoel is dat moment nu wel aangebroken. Het heeft lang genoeg geduurd. Hey Ruben! Hey man! Hey Thomas! Ik heb hier een nieuwe script liggen, dus... Goed dat we gekozen hebben voor een lelijke dikkerd. Ja, dat denk ik ook. Echt beter. Het is wat likable, hè? Ja, maar ook met gelijk lachwekkend. Hij is zo lelijk geworden. Ja, ja. Hij komt in beeld en ik denk, wow! Ja, die is lelijk! Was in de tijd van de lama's en ik verveelde me. Dus ik zat in de bus met de tour bijvoorbeeld. En ik ben gewoon gaan schrijven, ik ben scriptjes gaan schrijven. En dat werd Bardo. Maar dat hij zo groot werd, in omvang dan. Ja, we nemen gewoon één keer de scripts door en dan krijg ik de feedback. Verwerk ik dat en dan staat het script. Zo werkt het. En dan met het kapsel van hem, dat hij toch iets... Hij ook een beetje zo. Ja, hij probeert er dan toch iets van te maken en dat is lachwekkend, ja, weet je wel. Want hij ziet er gewoon niet... Het is gewoon niet te maken te zien. En dan toch... Ja, het is top. Het is goud. Ja, klasse man. Nou, en hier filmen we project 4.xp2. Maar voor de grote mensenmassa is het natuurlijk beter bekend als Bardo Ellens. Gespeeld door Peter Darnen. Zoals elke week. Hoe is het, jongen? Lekker man. Het een beetje tegenaan is. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, en ik weet nog wel, toen ik begon met Cinemates, iedereen begon te klagen en te zeuren over dat ik al die moves van Bardo jatte. Als ik denk, nou ja, weet je, ik ben Bardo. Nou ja, kan gebeuren. Volgens mij was het een combinatie tussen Flamingo, Nelson Mandela, Terror Jaap en een aangereden kat. Zoiets was het. En dan moet je toch de hele tijd weer meenemen in al je bewegingen, zeg maar. Ja, ik doe de CGI, dus via motion tracking, weten wij dus het design van Bardo op het pak te projecteren. Mm-hmm. Hier heb je ook een prachtig moodboard met al zijn trekjes. Nou, hier heb je hem skateboarden en je hebt hem daar lekker met zijn high spelen. En hier hebben we een mooi beeld van hem en die hebben we laten printen. En het ziet printen, er net echt uit. Je? Ja, met een 3D-printertje. En je ziet die dikke buik en het haar ziet er echt niet uit. En die goedkope precies, ja, wat ik net zeggen, man. En, maar het voelt ook echt. Ja, je kan ook zelf zo. Nou, toen we hier aan begonnen, was er nog nooit zoiets gedaan in de CGI. We hadden nog nooit zo'n lelijk monster gecreëerd. En daarvoor heb ik een speciale techniek verzonnen. De Beyond All Natural Judgment Oculus. Oftewel de Banjo-techniek. En leuk feitje, dat is ook hoe we op de naam zijn gekomen. Banjo Movies. Achtergrond, die staat nu aan. Kijk, die hebben we. Kan je Bardo erin zetten? Ja, komt eraan. Zo. Komt ie. En pop. Ja, daar sta je. Oké, laten we even een paar testjes doen. Kan je zwaaien? Ja. Oké. Ah, die is mooi, man. Dansje. Ja. Ah, goed. Yo. Doe ook even als favoriet. Met een piemeldam. Oké, het is weer tijd om te gaan, jongen. Het is heel veel succes. Ik heb een lul, ja. Jongen, die pik op mijn bek. Ja, jongen. Pik op je bek, jongen. Hier hebben we jou, David. Yo, Thomas. Daar ben je weer. Of course. One time. Skipt? Ja, dit is skipt. Kunnen we volgende week even wat eerder beginnen? Ja, tuurlijk. Toch mijn eigen kanaal een beetje doen. Ja, tuurlijk. Laten we het nu gewoon snel erop gaan. Gelijk doorlopen. Pano. Dat is je man. Ik kan me nog goed herinneren dat we een groot probleem hadden toen de Dutch YouTube Gathering er was. Want iedereen verwacht natuurlijk Bardo Ellens, Banjo Movies. Maar hij is niet echt, dus hoe gingen we dat oplossen? Heel simpel, we hebben gewoon smoesjes bedacht. Dus hij was er niet, hij was ziek, hij moest zijn oma uit bad halen. En wij hadden gelijk een hitserie voor zijn kanaal. Oké, alles is zo goed als ingesteld. Je kan beginnen, je hebt de script voor je, toch? Heb ik hier, ja. Oké, vanaf de top en go, jongen. Oké. Jongere gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Stop! Sneller, energieker, meer power. Oké. Jongere gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Nee. Hij ging een beetje goed, maar meer gillen alsof de kijker doof is. Zijn een beetje debielen, kom op.
Jongeren en gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie! Dat is zo! Hier kan je wat mee. Hier kunnen we wat mee, ja! Okay, perfect! Kom goed! Ik ben op het project 4.xb2 eigenlijk gewoon, ja, voor de lol begonnen. Maar het inspireerde me zoveel dat ik gewoon een eigen Facebook-kanaal ben begonnen. Beetje met de autotune spelen, beetje van de equalizer. Beetje ook. Oh. Ah, klein beetje. Dat doet die man wat, hè? Ja, professional. Moet goed komen. Druk op play! Dit is goud. Ik vind hem tof. Hier doen we het voor. Dit is het. Ik ga met de rest verder dan. Ja, top. Ja? Ik heb het volste vertrouwen in. Laten we weer doorgaan. Yo. Yo, Waldmeister. Goeiedag, man. Hoe is het, jongen? Ja, heel goed. Ik ben lekker een beetje aan het editen. Color correction eroverheen, muziekje eronder. Maar het begint er echt wel mooi uit te zien, hoor. Nou, laat zien. Wil je het zingen? Ja, kijk. Gasten, welkom bij deze nieuwe Banjo Movie. Ja, het is natuurlijk ook heel erg leuk om mee te denken aan zo'n bizar losgeslagen persoon als Bauer. Het moet natuurlijk heel erg vreemd zijn, heel raar, maar het moet ook heel herkenbaar blijven. En dat is tof om te doen. Ja. Ik zelf denk dat Bardo Ellens het best bewaarde geheim van heel Hilversum is. Ik bedoel, het is natuurlijk bizar om te zien hoe dat in één keer echt is geëxplodeerd. Dan gaan we nu hier binnen. Hier wordt de marketing gedaan. Hey Giel. Hoe is het? Heel goed, man. Zo. Kijk, met je de Facebook up-to-date en zo. Heb je het filmpje binnengekregen in je mail? Van Ralf, heeft hij wel wat gestuurd? Is goed, is net kijken. Oh, god, daar heb ik mee gezien. Nee, ja, die kleur ik dus ook. Toch? Ik heb net, jongen, lachen weer. Hier, tweetje. Ik zit bij de kapper hier. Bardo zit bij Bardo bij de kapper. Wie gelooft dat? Mooi, hè? Prachtig. Ja, jongen. Eens even kijken. Ja, hij is aan het uploaden. Ik moet even de tekst aan het invullen. Wat voor titels ook geven? 25 dingen die ik haat aan Facebook. Dat is. Oké. Okay. Oh, nee, wacht. Doe maar een caps lock. Echt, het moet schreeuwen. Het moet echt. 25 dingen. Tuurlijk. Ja, het is top. Ja. Top. En dan ga ik weer door, ja? Oké, man. Uitroeptekentje erbij. Nice. Nou, eens moesten we het gaan vertellen, natuurlijk. Dit is dus hoe wij al 9 jaar lang Banjo Movies maken. De hele community wist ervan af. En nu jullie ook. Dat is toch wel een bijzonder momentje en ja, het is misschien vreemd hoor, hij bestaat niet echt, maar weet je, voor mijn gevoel is hij er wel. Het is een soort vriend van me geworden en